zijn we weer aan het einde van de uitzending gekomen. Oh, jammer. Ja. Zit er nummer 2 van 3 van jou er alweer op? Ja. Hoe voelt je het? Voor het zelf gaan. Niet heel aardig, maar ja, we moeten even door de evaluatie heen. Hè? Hoe vond jij het nou? Nou, wat negatief. Nee, wat vond jij ervan, Nico? Wat voor cijfer zou je geven? Aan Daan? Ja? Of aan het algemeen? Nee, een 8. Een 8. Nou, zo kan het dus ook. Nou, ja. Dankjewel, Nico. Ah, wat vond jij ervan? Ja, met wat hakken en stoten, maar we zijn aan de overkant gekomen. Nou, dat vind ik heel negatief. Hey. Ik vind het echt wel een 8. Nou, dankjewel. Ja. Zo kan het ook, Erik. Ja, dat we om 4 voor 8 nog ruzie krijgen. Ik zal het mij overmaken. Deze voetje van vorige week. Ja, nee, ik vind het heel leuk. Mag ik nog een keer terugkomen? Nog 1 keer. Fijn. Goed, we gaan heel even snel naar de prijsuitslag. Want we hebben een aantal tips binnengekregen van mensen die heel graag deze Flamingo willen winnen. Ja. Het zijn allemaal hele leuke tips. Helemaal niet zo heel bijzonder, moet ik eerlijk zeggen. Maar we hebben er 1 winnaar uitgekozen. En de winnaar is, even kijken, Desiree de Bruin. En haar tip was gewoon lekker de hele dag binnen blijven met alles. Ramen en deuren dicht, gordijnen dicht. En lekker niks doen. En ergens even aan. Mag dan nog 1 keer de feesttoeter? Ja, nog 1 keer. En dan is het tijd voor de grappelton. Oh jee. Als jij de tune in start, dan hoop ik naar Nico. Ik ga het proberen. Ik hoop dat het me lukt. Even kijken hoor. Ja! Grabbelton, grabbelton, wat zit er in de grabbelton? Oh. Rood, groen, geel of grappig. Doe het deurtje langzaam open en dan maak een... Mag ik hem al uitpakken? Eventjes een babbel bij de grabbel, bij de grabbel, grabbel. Oh, lekker geluidje ook. Wat heb je voor papier? Wij moeten even aandacht voor het cadeaupapier eerst. Disney prinsessen. Oh. En wat voor cadeautje heb je? Disney prinsessen. Nee. Dat zou je willen. Viltstiften. Nou. Ik vind het leuk. Kun je wel lekker tekenen in de zon dit weekend? Heerlijk. Nou. Nou ja, dat is heel leuk. Je houdt ook ontzettend van tekenen. Ik vind tekenen hartstikke leuk om te doen, ja. Dus. Kleur laten maken en zo. Wat laten maken? Kleur praten. Ja, heerlijk. Goed, Rick, mag ik jou ontzettend bedanken voor het feit dat je er weer was vandaag? Ik wil jou graag bedanken. En ik wil natuurlijk onze gast bedanken, Nico Hoijmans. Dankjewel. Ja. Ja. Wat zie jij nog zitten om nog ooit een keer terug te komen? Of denk je van nou eens maar nooit weer? Nee, hoor, moeten we daar buiten de uitzending even over hebben? Eerst even bijkomen. Ja. Ja. Wat misschien wel even aardig is om te zeggen. Volgende week hebben wij een hele bijzondere gast. En ik ga nog niet zeggen wie het is. Maar het is een hoogwaardigheidsbekleder. Toch? Ja. Ja, ja, je moet even nadenken. Je moet even over nadenken. Nee, maar het is wel waar. Zeker waar. Dus wil je weten wie het is? Hou onze socials in de gaten. Him for the Weekend 2020 op Instagram en op YouTube. En luister volgende week weer tussen 6 en 8 naar Him for the Weekend. Juist, zometeen Studio 54 met Andy. Heel veel plezier. En wij zijn er volgende week weer. Doei! Doeg!